Verhaaltje 3 uit Kwallepap en Slakkenvla. Grieseltje is jarig. Grieseltje is jarig en daarom krijgt ze nu cadeautjes. Een soepkom vol met kwallepap en spinnen op haar broodjes. Ze laten kikkers plassen op de spruitjes en de sla en stiekem stopt ze slakjes in de grote schaal met vla. Iedereen roept lachend als het toetje bijna op is. Er zitten stukjes in de vla. We denken dat het drop is. Maar is het drop? Nee, hè? Het zijn slakjes. Dat was verhaaltje 3.